In maart werd er al een aantal verdachten aangehouden die betrokken zouden zijn bij de moord op Jordi Latumahina. Dat gebeurde in oktober 2016. Maar de politie was nog op zoek naar een tweede schutter, te zien op deze beelden. Twee weken geleden werd daar nog aandacht aan besteed. Wij willen heel graag spreken met mensen die deze man mogelijk herkennen. Nu, na deze aanhouding, zijn er in totaal zeven verdachten in beeld. Daarvan zitten er nog vijf vast. Twee daarvan zouden dus de schutters zijn. Volgens misdaadsjournalist Jens Olde-Kalter ging er aan deze laatste arrestatie een opmerkelijke undercover-operatie vooraf. De politie zou, verkleed als leden van een motorbende, de vrouw van de verdachte hebben benaderd. Kijk, wat ze hebben gedaan is: ze hebben haar een foto overhandigd uh, van Jordi Latoumagina. En hebben toen iets gezegd in de strekking van. Uh... Wij zijn van een Molukse broederschap, iets in die trant. en wij, wij laten dit niet over onze kant gaan. Hierdoor zou de vrouw van de verdachte in paniek geraakt zijn. Deze hele actie is natuurlijk bedoeld om iemand onder druk te zetten. in de hoop dat er, ja, dat er wat bewegingen. een steen in de vijver gooien. Dat er wat rimpels komen waar ze op verder kunnen rechercheren. Het is nog maar de vraag of de ingezette middelen niet te zwaar waren. Ik heb een aantal advocaten gesproken die zeggen. Nou echt, nou, letterlijk, wat de fuck? Uh, hoe kan dit? Dit is, dit is echt hemeltergend uh, over de grens door de middelen heilig moeten we nog zien. Dat moeten we zien. Maar het zou ook zomaar kunnen dat het net wel binnen de grens valt. Ja, en dan kan je niet anders zeggen dat, uh, dat het wel een, een uh, goed doordachte actie is geweest, wat je daar misschien moreel ook van vindt. Morgen is er een nieuwe zitting in de zaak. Het is nog onbekend of deze nieuwe verdachte dan ook voor de rechter moet verschijnen. De inhoudelijke behandeling van de zaak start in maart volgend jaar.